We hebben in de buurt van Auxerre nog een tussenstop gemaakt, want het was nogal ver om nog naar huis te gaan. Maar vandaag vertrekken we richting huis. Wel even rijden, hè? Ja, niks aan te doen. Wat gaan ze biet eigenlijk doen voor het eten? Wat gaan ze biet doen voor het eten? Ze bieten? Voor het eten. Ah, voor het eten. Ja, als je zijn, hè, wat de molen zijn. Ah ja, onderwegen zo. Broodje naar of zo. Ja. Weet je veel post zijn? Ja, een pakketje dat ik gewonnen heb. En die appelen al weg. Dat heb ik weggegooid. Reclame. En deze weet ik niet. Nou, ik had dan een wedstrijd meegedaan van Maybelline. Boost up your selfie of zoiets. En dankzij mijn vrienden die massaal op mij hebben gestemd, heb ik nu een mascara en een speciale eyeliner. Ik ga eens even openmaken deze. Het is dus een gel eyeliner. Als iemand tips heeft hoe je met zoiets werkt, zeg dat dan, want ik ken het helemaal niet. Ik heb altijd met zo'n stiftje gewerkt. We hebben toch schatten van buren. We hadden zelf niks in huis, dus krijgen we wasbrood en kaas. Kunnen we toch nog eten vanavond. Niet dat ik veel kan eten, want ik kan dat niet zo laat. Het is 9 uur door, dus. Nou ja. Het minst leuke deel aan op reis gaan. Alles terug op zijn plek zit als je thuis komt. Deze lijkt weinig, maar ik heb nog een heel valies vol spullen. Blah. Ik heb de kruiszaken al opgeruimd, maar mijn valies is vanmorgen. Ik ben veel te moe. En het is al 10 uur en wil ik echt een douche pakken. Want vettig. Zo, ik ben gedoucht en ik ga zo meet deze masker kunnen opdoen. En misschien kan ik er ineens een aparte video van gaan maken of zo. Lijkt me leuk. Ik denk dat ik ze wit in mijn bed kruip, want tijdens het filmen van de maskervideo, ik verspreekte mij constant. De camera wou niet focussen. Echt, ik denk dat ik het een beetje gehad heb voor vandaag. Ja, dus ik ga een beetje slapen. Slaap wel en tot morgen. Dag.